een hele goede morgen, Lacey. Kijk eens, ik de echtbaard van Bibi en Kimia. En ik moest weg, Bets. Ik ga gewoon aan het werk, want de tijd dringt alweer. Wat ga jij doen vandaag? Naar school meer. Maar ik ben ziek. Ben je ziek? Ja. Oh. Dus ik ga gauw die kant op. Let's go. Yes, we zijn bij de graaf. En daar hebben we al een verbouwing gedaan. Maar we zijn nu nog even wat dingetjes aan het doen. Maar kijk eens wat een mooie winkel geworden. Even muziek uit. Kijk eens, super vet. Ja, dat is heel mooi. Ziet er toch super top uit, zo'n winkel. De verlichting allemaal. En dan hebben we hier nog een mooi kantoortje. En natuurlijk hoort er ook een werkplaats bij, had ze. Maar kijk eens wat gaaf. Dit zou het logo van het merk zijn, ik heb geen idee. Maar wat een onderdelen zitten erin. En dat moet allemaal afgestemd worden. Dus tunneltje. Maar we zijn hier met de gas bezig. We moeten het gas omgooien, omdat het gas wat later aankwam. Dus dat zijn we nu aan het doen. Ik zeg let's go. En natuurlijk de kelder. Kijk, is een top vlak hier hangt. Omdat wij overal bij moesten, is hier een beetje alles overhoop gehaald. Kijk, een chique kelder zo. Ziet er toch top uit. Ook de verlichting hier opgehangen toen die tijd. Oh, weet je, toiletten boven. Mooie plaatjes. Dus ik ga aan het werk. En als we het over een oude meterkast hebben. Niet normaal. Dus ik ben even een kabel eruit aan het halen. Want die is van de pand hiernaast. Het wordt gescheiden. Maar er zijn geen leuke kasten om mee te werken. Dodemanskasten noemen ze het ook wel. Yes, we zitten weer in het busje onderweg naar huis. Rent ze even in de stad met Kiki? Wij lopen even in de stad. Kiki en Mira aan het prutsen, want die wil per se in de kinderwagen. Ik zeg, nou, doe maar dan. We gaan even kijken of dat we schoenen kunnen vinden voor Kiki. Er is hier bijna nooit wat we zullen, maar goed. En even naar de Primark. Even kijken hè, of we wat kunnen vinden, hè? Stop! Wij waren dus in de stad. Geen schoenen voor Kiki en Mira. Werkelijk waar. Wat ze in maat 29 hebben, is gewoon precies helemaal niks. Nee, hè? Stom, hè? Ja, nou... En ik had een paar schoenen gezien, die vond ik wel leuk, maar was echt verschrikkelijk. Ja, mama gaat wel op internet kijken voor jou. Ja, ja, is van de regen. Toen zijn we dus, oh, ik heb wel hele mooie schoenen gezien. Dat probleem heb ik altijd van Steve en Madden. Eigenlijk moet ik nog een paar zwarte sneakers hebben. Dus ik heb ze even gepast voor de maat ook. Ik vind ze wel heel leuk. Maar nee, we gaan naar huis, we gaan eten. Mama gaat eten maken. Het is inmiddels al best een beetje laat. Althans laat. Het is half vijf. Nee, je moet even wachten. En we zijn wel even bij de Primark geweest en wel geslaagd. Dat zal ik zo meteen wel thuis even laten zien wat we hebben. Ik ga nu even snel naar de auto toe. En dan gaan we lekker naar huis. Helemaal klaar mee. Vertellen. Ik heb een politie. Nee, niet. Ja? Een politieauto, hè? En een politieman. En toen ging je zwaaien, hè? Gingen ze terugzwaaien naar jou, hè? Nee. Echt wel? Die ene die zwaaide terug naar jou. Oh, zag je het niet? Nou, wij gaan gewoon naar de parkeergarage. Het is woensdag. De helft van de week weer. Lekker. Dus ik ben benieuwd of Renske gaat slagen, want die wil even schoenen halen voor Kiki. Want die heeft heel veel schoenen, alleen de voetjes groeien ook natuurlijk. Ik zeg, nou, ga even mijn schoenen halen. Nu zie ze in de stad, samen met Kiki. Sprak dus net nog niet geslaagd. Dus ik ben benieuwd. Eerst naar huis nu.
En toen was Kiki er weer. Nou? Leuk. Heb je het leuk gehad in de stad? Ja. Heb je mooie schoenen gekocht? Nee. Nee? Nee, ze zijn verkoopt. Ze zijn verkoopt? Ja. Oh. Ik heb mijn jas nog aan. Ja. Maar wat heb je er wel gekocht dan? Wat heb je wel gekocht? Nou, kom maar, want dan hoef ik dat niet meer te spullen. Ja, spekjes, dat klopt. Spekjes. Spekjes? En appelschop. Appelschop? Die was mijn man vergeten. En mama ziet nog een hele mooie tas. Onderbroeken, dat is niet belangrijk. Lekker op pyjama. Oh. Elastiekjes. Twee pyjama's voor Kiki Mia. Je bent een bofkont. En een leuk setje voor Kiki Mia. Voor school. Ja, die kon ik echt niet laten liggen. Voor school. Ja. Kijk dan, wat schattig. Met die trui erop. Dat is cool. Ben je blij mee? Ja? Ja, ze wil morgen gaan, dus ik ga het even in de was doen. Mama, waar staat de bal? Nou, 21 euro. Mama, waar is de stuiterbal? Van elkaar, ja. Mama, waar is de stuiterbal? Oh ja, de stuiterbal. Die ga ik even voor jou pakken. Is die in de auto? Nee, volgens mij heb ik die in mijn jaszak gedaan. Heb je een stuiterbal? Ja, we waren bij de zien. Ben jij een stuiterbal of heb je een stuiterbal? Alle twee. Ik heb een stuiterbal. En je bent een stuiterbal. We waren bij de ziens en toen zegt ze, ik wil toch aan de stuiterbal? Dus ik zeg, maar dan moet je een vrouw lopen om iets vragen. Ik zeg, want we hebben niks gekocht hier. Kijk eens. Ah! Nou, het mocht. Daar heen het. Ik heb hier meer dan alles voor elkaar, hè? Zag je dat? Ja. Zo. Dus, nou. Ik ga Rens even helpen met koken. We gaan even de vlog aan terugkijken van de dinnershow. Superleuke vlog. In mijn trui, schatje, heb papa de stuiterbal. Ja, nee. Dus, ik kijk wel even een jipje terugzien. Dus zijn we even de vlog aan terugkijken. Super gezellig. Ben jij een boefje? Ik moet bewaren staan. Zie. Zo zachtjes stinken. Kijk maar je praat. Wat? Dan gaan we even verder kijken. Nu we het toch over muziek hebben. Ik ben er laatst achter gekomen dat we gewoon echt een. Ook nog een talent hebben hier in Nederland. Ga ik jullie nu even laten zien. Als jullie nou denken: wat is dit? Mijn bord eten. Eten. Is dit jouw bord eten? En zo nemen we een lekkere worst. Hele lange, hè? Op jouw bord. En hele lekkere slingetjes. En heel lekker bloemkool erin. Ja? Heel lekker spaakjes. Spekjes, hè? Die hebben we snel nog gehaald. En augurken. Nee. Nou, dat eet ik eigenlijk nooit, alleen bij stamppot. Oké, okay, en op een, hoe heet dat? Als ik een eigen gemaakte broodje hamburger maak. Want anders vind ik het niet lekker. Bij de Van de Mek zijn ze niet lekker. Ja, en dat wou ik dus net vragen. Waarom zit er bij elke broodje van de Mek een augurk tussen? Heb jij alleen maar stamppot? Precies één schijfje. Heb jij maar alleen maar stamppot? Wat scheel je vandaag? Ja. Heb jij alleen maar stamppot? Ik bestel altijd zonder augurk. Dan krijg je een vers broodje. Dus wij gaan lekker eten. Eet smakelijk als jullie er aan toe zijn. En Kiki heeft honger. Oh, ga papa pakken. Oh, ik denk dat Kiki me jullie gaat pakken. Oh, hey, hey. Eet smakelijk. Wij gaan even een lekker bakje doen met mijn moeder. Kiki
die slaapt. Jamie die was bij ons thuis, dus we gaan even gezellig een pakje doen. Jamie zei, hebben jullie even een avondje voor jullie zelf? Dus we gaan eerst een pakje doen bij mijn ouders. Gezellig. Even een lekker bakje koffie bij mijn ouders. Gezellig, hè? Kijk eens wat een uitzicht mijn ouders altijd hebben op de peperbus. Echt mooi, hè, die peperbus? Ja, die is echt top. Super tof. Je kan wel goed knop kijken zo, hè? Ja. Dus wij gaan weer de kant op. Let's go. Super gezellige avond gehad. We zijn bij mijn moeder geweest. We zijn er even bij mijn zus en mijn zwager geweest. Het was allemaal super gezellig. Rens is nu thuis. Ik moet nog even tanken met de auto. En misschien dat de auto nog even afgespoten, maar dat weet ik nog niet. We mogen ook gewoon nog weer werken natuurlijk. Dus ik zit even in de auto. Lekker toeren. Reclame rondje rijden natuurlijk met zoveel reclame op de auto. Heerlijk. Daar kan ik soms van genieten. Gewoon lekker in de auto chillen. Muziekje aan. En vooral s'avonds lekker rustig op de weg. Open en rozen. Dus ik zeg gas geven. Hawee! Zaneman, Linky van hem staat hier beneden. Super tof. Gewoon achtergekomen. Een nieuwe titel iemand. Ik ben tegenwoordig fan van twee mensen. Dat is van hem en van Jeffrey. Dus Jeffrey Leek. Echt super vet. Ik kan zo genieten van zijn nummers. Dus ik ga nog even verder luisteren. En ik ga jullie soms nog een liedje laten horen. En waar kom je dan terecht? Bij je vader, die had zangles. Zeker, zangles. Lekker man. Inmiddels thuis. Even gezellig gehad bij mijn vader natuurlijk. En de muziek die was ook top, toch? Linky staat nogmaals hier beneden. En ik ga het nog even heel vaak beluisteren. Want ik vind het echt een topzanger. Nu ga ik naar boven een vlogje in elkaar zetten. En dan zien we jullie morgen weer. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de vlog. Ik zeg like en abonneer. Tot de volgende keer. Later.